Hi en super leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. In deze video ga ik een Q&A doen. Ik heb hier een beetje wat normale basic vraagjes van hoe heet ik en zo. En ja, ik heb al een paar vraagjes opgeschreven. En misschien komt er nog wel wat bij. Omdat ik nog gewoon ga wat vertellen en zo. Want het leek me leuk om een keer een Q&A te doen. En dit is al de vierde video op één dag. Omdat ik heel weinig tijd heb voor video's. En vandaag heb ik gewoon vrij dus. Dat is fijn, daar maak ik zoveel video's. Maar ja, laten we eerst beginnen met hoe heet ik nou eigenlijk? Nou, ik ben gewoon Sophie met de F, want iedereen schrijft bijna met PH. Dus dat jullie dat weten, ik ben Sophie. Nou, hoe oud ben ik? Is ook wel eens gevraagd bij video's. Nou, ik ben 13 jaar en ik word in mei, 12 mei, word ik 14. Ja, dan word ik 14. En ik heb ook een broertje, natuurlijk. Ik heb een broertje. Dat moet wel. Want ja, ik heb een heel vervelend broertje. En die is 10 jaar en bijna langer dan mij. Wauw. Oké, dat dus. En ik heb huisdieren. Ik heb opgeschreven hoeveel huisdieren ik heb. Maar ik heb huisdieren. Ik heb 3 huisdieren. En ik had vroeger ook nog vissen. Jee, guppies. Maar die vond ik gewoon echt schattig en mooi. Guppies zijn gewoon mooi. Ik heb hier bij mijn moeder 2 honden en mijn vader 1 hond. Bij mijn moeder heb ik een kruising tussen de Taekwondo en Maltesertje. En hij heet Luna. En Lima. En ik weet niet wat dat is. Lima komt uit Spanje, dus ik weet echt niet wat voor een hond het is. En het is trouwens ook niet onze eigen hond, maar de hond van mijn vriend van mijn moeder. En bij mijn vader heb ik een Malteser kruising nog wat. Maar ik ben even de naam vergeten. En het is gewoon een wit hondje. Een heel lief beestje. Dan, nou, ik heb opgeschreven favoriete vakantielanden. Nou, ik vind Duitsland echt heel leuk om naartoe te gaan. Dat klinkt een beetje raar, maar ja. Gewoon mooie landen, gezellige stadjes, veel natuur en dat soort dingen. En Bali vind ik ook echt heel leuk. Afrika en Amerika en dat soort landen allemaal wel. Dat vind ik gewoon echt heel leuk. En ik zou echt heel graag ooit een rondreis naar Amerika willen doen door Amerika. Nou, hier staat dan ook nog dat ik wat over paardrijden vertellen. Nou, ik zit natuurlijk op paardrijden. Manege Fruithof in Ede. Bij de Mac. Ja, ik heb gisteren weer gepaardrijden. Ik rijd altijd op dinsdag van 6:30 tot 7:30. En dan ben ik rond 8:00, 8:10 ben ik dan klaar. Ja, met poetsen en alles nog erbij. Dus ik rijd ongeveer in de week rijd ik 1 uur paard. En dan nog met opzadelen en afzadelen. Maar ik rijd nu dus op een hele leuke. Ja, niet heel groot, maar op Blitz. Nou, hij is wel lief met rijden. Maar hij is echt gewoon raar. Oké, elke pony die je ziet oren omlaag schoppen of bijten. En ja, in de stal. Ik ging uit de stal lopen. Er staat een andere pony in de stal. Ging gelijk gisteren ook bijten. Ik heb nog nooit op Blitz gereden. Maar ik vind die pony echt niet leuk. Wel met rijden is hij wel gewoon goed. En je kan hem ook niet poetsen en zo. Dan gaat hij gelijk zo doen met zijn poot. En dan gaat hij weer zo trappen. Dus dat vind ik echt niet fijn. Maar gelukkig hoef ik hem niet op te zadelen. Alleen afzadelen en wassen en zo. Maar ik zat dus te bedenken. Want we hebben in de manege 2 hokken waar je je pony vast kan zetten. Zodat hij dus niet kan bewegen. Maar verder is het een beetje een hele donkerbruine, bijna met zwarte, ja, pony. En hij heet de Silver. Ja, dat dus. En ik wou eigenlijk kon kiezen uit 2 Haflingers en Shadow. Maar die Shadow mocht niet rijden. En ja, die Haflingers weet ik niet hoe het zit. Maar ja, dat dus. En ik rij ongeveer al 2 jaar, bijna. 2 jaar of iets meer, of bijna 2 jaar paard. Want ik ben eerst manege Fruithof, toen in Arnhem een manege. Of in Arnhem. En toen weer hier. Hetzelfde. Want in Arnhem gingen we alleen rondjes rijden. En dat heet een stansoe volgens mij. En dat vond ik echt saai. En hier ga ik ook springen en proefjes en buitenritten. En dat deden we daar allemaal niet. Daar gingen we gewoon in de bak rondjes rijden. Nou. Lima. Kom eens voorstellen. Dan kan ik je laten zien. Kom eens. Lima. Nou, die komt zo wel. Dan. Waar woon ik? Ik woon in Doornwijk. Ik ga niet zeggen welke flat en zo, want dat is een beetje privé. Kom maar. Kom eens. Oh, daar komt ze aan. Daar komt ze aan. Kom eens hier.
En ik woon in Dorwet in een flat. Kom, Limi. Kom eens hier. Anders ga ik je pakken. Wacht even. Kom. Oh, nee. Nou, dit is dus het hondje uit Spanje. Een straathondje was het. En ze is 2. En ze is als puppy op straat geboren. En echt een super cute hond. I love you. I love you. I love you. Ja. Yeah. Nou, echt gewoon een cutie. Alleen ze stinken naar vis. Ja. Ja. En er is een girl. En die andere twee zijn jongetjes. Dus ja. Hallo. Oh, het ziet er echt zielig uit. Maar ik trek gewoon echt niet hard. Als je zo doet, dan gaan de oogjes al zo heel zachtjes sowieso. Zie je? Maar ik trek dus echt totaal niet hard. Maar ik vind ze gewoon lekker daarom. Maar ja, ik woon dus in een flat in een bosgebied. En Dorwet is omringd door bos. En bij ons in Dorwet woont echt een super bekende YouTuber, Snoetebol. En ik ben al langs de manege gegaan. Ik ga natuurlijk haar niet opzoeken. Dat vind ik een beetje onbeschoofd, maar ik ben echt, Snoetebol is echt een van mijn lievelings paarden YouTubers. Ik hou echt van haar en Hoefwijzer en paardrijden met plezier. Oh, sorry schat. En paardrijden met plezier en Felina en wat er nog meer. Ja, nog veel meer. En ik hou echt ook gewoon echt voor Snoetebol. Vind ik gewoon zo'n leuke paardenserie. En ja, en Jill. Maar ja, nu is Limi verstopt. Oh nee, verstopt. Maar ja, dat dus. Ik vond dit wel een leuke vraag tot nu toe. Nou, voor degenen die het willen weten, op welke school ik zit op het Doornweert College in Dordrecht. Ik doe MAVO, HAVO en ik wil graag door naar de HAVO. Even denken. Wat kan ik nog meer? Misschien eten is misschien ook leuk. Ik hou echt heel erg van groenten en fruit. Mijn lievelingseten is andijvie met de zelfgemaakte gehaktballen van mijn moeder. En mijn lievelingsfruit is ananas, watermeloen, meloen, kersen, aardbeien, en nee, dat heb ik al gezegd, maar dat is wel lekker. En vooral ananas en watermeloen. Moet die wel lekker zoet en sappig zijn, dat wel. En wat nog meer, gewoon druifjes vind ik echt gewoon heel erg leuk. Ik hou eigenlijk wel van bijna alles fruit. Mango, perzik, nectarines, allemaal zo lekker. Ik ben echt een fruitfreak. En ik hou, ja, als ik moest kiezen welke, wat in Nederland dan mijn favoriete fastfood keten is KFC en in Amerika zo Taco Bell. Want daar, ja, daar heb ik meest over gehoord. Het lijkt me gewoon echt verrukkelijk. En wat ik zelf eet, wat mijn lievelings fastfood eten is, is denk ik, ja, als we thuis eten, gewoon pizza of zo. I don't know. Oh nee, Turkse pizza, dat hè. Maar ja, dat dus. Maar ja, vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. En abonneer. En abonneren is natuurlijk helemaal gratis. Dus ja, doe dat zeker. En tot de volgende video. Doei!